Er is een dame aangeschoven naast onze gast Nick. En dat is Ellen van der Laan van Gave uit Almere. Welkom Ellen. Welkom Ellen. Nick, heb je de schoenen al uitgedaan? Nee, nog niet, maar laat eerst maar even. Eerst maar even horen. Ja, eerst maar even. Ik wil eerst wel even weten wat het precies inhoudt. Ja, met name die plus, hè? Daar was je benieuwd naar, toch? We gaan het hebben over voetreflex plus therapie. Ja, klopt. Voetreflex, dat begrijpen we nog enigszins, maar dan plus. Dat plus. Nou, dat kwam ik dus speciaal uitleggen vandaag. Ja, dat zijn we heel nieuwsgierig naar. Maar laten we eerst eventjes, waar is überhaupt een voetreflextherapie goed voor? Want Nick zei al van, ik ben erg bezig met reflexen altijd, toch? Zei jij net? Niet ik, nee, niet erg bezig. Oh. Jij doet nu net of ik een van de fanatieke link. Ja, dat dacht ik. Dat zei ik heb in het verleden wel eens gewoon in een spa of zo, of op vakantie wel eens een zo'n voetreflexmassage gehad. Vond je wel lekker? Nou, ik kan het iedereen aanbevelen. Want heel veel mensen kunnen daar niet tegen ook. Het kietelt mij te veel. Ja, klopt. Precies. Ja, ja. Dus, maar als je daar tegen kunt, dan is er niks op tegen, lijkt mij toch? Nee, ja, goed. Is dat zo, Ellen? Nou, het niet tegen kunnen. Ik zal je zeggen, ik zelf was persoonlijk vroeger ook, je hoefde maar naar mijn voeten te wijzen en ik ging slaan en schoppen, want dat kietelen kon ik niks. Maar voetreflex is heel stevig, dus is heerlijk. Dat kietelt dus niet echt. Je kneedt als het ware die voetreflexen. Stevig, ja. Kan volgens mij ook wel pijnlijk zijn zelfs. Het kan net pijnlijk zijn. Ja, er is daardoor een verstoring op dat gebied. Het is toch ook vaak in de Chinese medische wereld zeggen ze ook dat elke reflex staat weer in verbinding met bijvoorbeeld je hoofd of met je hart of met je longen, met al je organen. Ja. Je lichaam staat helemaal gespiegeld in je voeten. Heel je lichaam zit gespiegeld in je voeten. Oh. Bijvoorbeeld je grote teen is je hoofd. Is dat echt waar? Dat is echt waar. Dus probeer het uit, hoofdpijn, ga je grote teen flink masseren. Ja. Wist jij dat, Nick? Ja, nou, ik was wel eens. Toen was ergens op kraambezoek. En een babytje die wilde maar niet poepen. Ja. En toen zat er dus iemand aan tafel die zei: ja, maar dat. Want die deed die behandeling als een cursus gedaan. Die zei: ja, maar dan moet ik even. Boven de hiel zit dat of zo. Ja, klopt. Er zitten de darmen. Nou, dat dus. En ja, maar laat ik het gewoon heel voorzichtig doen. Weet je, baat het niet, schaadt het niet. Nou, zei die moeder: nou, we doen het heel voorzichtig. En dus dat ze onder uur later was het gefixt. Ja. En een lucht. Ja, dat klopt. Is dat, maar dat kan dus bij. Als je zelf moeder naar de wc kunt, als volwassen. En ik ga even naar jou. Nou, dan berg je dan maar, zou ik maar zeggen. Precies. Ja, is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Maar elke teen is een orgaan? Op je hele voet zitten organen. Dus je tenen staan voor je ogen en je oren. Maar je darmen zitten in die holte. Het bovenste gedeelte van je voet, zeg maar, de bal van je voet. Ja. Er zit je longen, je hart. Oh. Maar net zoals in je lichaam, je lever zit aan de rechterkant. Dus aan je rechtervoet zit je lever en op de linkervoet zit de milt. Dus dat zit dan niet op twee voeten, zeg maar. Ja. Ja. Maar heeft het ook te maken dat natuurlijk al die zenuwen uiteindelijk bij die voeten terechtkomen? Nee, ja, en dat is dus de plus. Want wat jij net al vertelde was voetreflextherapie is heel bekend bij iedereen. Ja. En voetreflextherapie is eigenlijk de westerse voetreflextherapie. En jij begon over de Chinezen. En dat is dus de plus. We vullen elkaar lekker aan. Ja, jullie vullen elkaar lekker aan. Is het Chinese aspect? Is een soort extra ding. Is eigenlijk een combinatie van de westerse geneeskunde, de westerse voetreflex en de oude Chinese geneeskunde. Ja. En dan ga je de meridianen erbij pakken. Dus de energiebanen. Ja? En hoe ga je dan te werk? Want, ik bedoel, Nick heeft zijn schoen inmiddels uit. En pak zijn voeten eens even lekker beet. Maatje 45 zit genoeg in, denk ik. Nou, dan hebben we genoeg eruit. Nee, joh. Maat 49? Daarom durf ik die schoenen niet uit te trekken. Zo. Nee, maar dat kan toch helemaal niet 49? Sta je in het Guinness Book of Records ook, of niet? Nou, het is wel serieus aan de maat, hoor. Ik ben heel blij dat ze tegenwoordig ook gewoon goede modellen in die maat hebben. God, ik heb 45, dat vind ik al verschrikkelijk. Ja, tenminste, verschrikkelijk, maar in ieder geval. Ik heb mijn middelbare schoolperiode was qua schoenen niet leuk. Nee, natuurlijk niet. Maken. Nou, je had klompen moest je aan. Twee merken. En je had Blackstone's, Panama Jack en Beige. Ja. Kies maar uit. Ja. Dan moest ik 6 jaar VWO. Nou, moest dat zijn wel daarmee doen. Ja, maar het waren mooie schoenen, dus dat was niks mis mee. Ja, omdat ik ook weer 1,96 meter ben, durfden ze me niet mee te pesten. Nee, precies. Want jij kon natuurlijk ook al enigszins bedreigend over natuurlijk ook. Hè? Dat als je op binnen ziet komen. Ja. Heel hard mee schoppen met die schoenen. Zegt dat ook iets over de maat van iemands nee, voet? Nee, dat zegt niet zoveel. Nee? Gewoon het is alleen dat het groot of klein is. Ja. Dat is eigenlijk het enige. Ja. Waarom zou je dit doen? Want bijvoorbeeld als jij vanmorgen, ik heb hoofdpijn. Ja. Ja. Dan nog bel je jou? Nog steeds. Ja, dan bel je mij. En dan kom je lekker voor de voetmassage, ontspanning. Ik doe wel een soort intakegesprek om te kijken van waar het vandaan komt. En dat is dus weer het fijne van de Chinezen. Want de Chinezen die kijkt naar klachten op meerdere dingen. Lichamelijk, maar ook geestelijk en emotioneel. En de westerse geneeskunde is meer van
Nou ja, wat ik heb 32 jaar als verpleegkundige gewerkt. Je hebt hoge bloeddruk, je krijgt een tabletje en je bloeddruk die gaat wel beneden. Maar ze kijken niet naar de oorzaak. En dat is het leuke van de Chinezen. Die gaat dus de oorzaak uitzoeken van waar het zit. Komt die hoofdpijn door een storing in de energiebaan? Of zit het echt in het hoofd zelf? Ja, dat maar je moet, dus, ik kom bij jou op die stoel zitten en dan denk ik van, het moet gewoon opgelost worden. Ja, tuurlijk. Maar ik moet wel weten hoe ik het moet oplossen. Dus ja, vandaar dat ik wat vragen moet stellen. Ja, ja, dat begrijp ik. Dus, En dat meridianen, hoe ga je daar dan mee om? Dat zijn de energiebanen. Die beginnen eigenlijk bij de nagels van je handen en je voeten. Ja. En ze zijn altijd met z'n tweeën aan elkaar gekoppeld. Dus een yin en een yang meridiaan. Nick en Simon eigenlijk, ja. Nick ja, en Simon. Ja, ja, ja. En de een stroomt omhoog en de ander naar beneden. Ja, de een is ziek en de ander is beter, ja. En dan ga je dus de meridiaan die je voor die klacht nodig hebt, ga je pakken. Mm-hmm. En dan pak je de andere, de westerse klacht. Bijvoorbeeld rugklachten, dan pak je vaak de nierblaasmeridiaan, want die loopt langs de ruggenwervels. Dus die lopen op de benen, ja. tot aan de knieën, zeg maar. En je pakt de ruggenwervels op de voet, de westerse kant. En zo pak je het van twee kanten aan, waardoor je goed resultaat hebt. Hoe lang duurt zo'n behandeling? Een uurtje. Ja. Echt ja. waar? Ja. En dan ben je een uur lang alleen met die voeten bezig? Of ook natuurlijk met naar je vingers toe? Wat je nou, zegt, we beginnen altijd heerlijk met een voetenbad. Eerst een voetenbad, eerst even schoonmaken. Dat is al ontspanning. Drie kwartier, dan een kwartier massage. Ja, ontspanning, aarding en dan... En ik heb schone voeten om aan te Ja, precies. Ja, dat is wel fijn. Ja, ja goed. Nee. Okay, maar goed, ik had ook dit onderwerp van... Ja, wat heeft dit nou met mooi en met de huid te maken? Ja, wat heeft dit nou met mooi met de huid te maken? Ja, precies. Nou, heel veel klachten van de huid worden veroorzaakt door... De voeten. Problemen in ons lichaam. Oh, in onze darmen, in onze hormoonstelsel. Daarom moet je ook ontgiften, eens in zoveel tijd. Dat soort dingen, ja. Ja, ja. En acne kennen we natuurlijk allemaal. Problemen, vaak voeding in de darmen. Mm-hmm. Maar hormonen geeft natuurlijk hormoonwisselingen. De puberteit, maar ook de overgang. Problemen in de huid. De stress van vorige keer. En, bij jou. En daar kan je dus alle... Ja, bij mij ook. Ja. Maar het onderwerp. Ja, ja. Dat kan je dus via de voeten aanpakken. En je straalt van buiten uit hoe gezond je van binnen bent. Ja, zo is en dat wel, maakt ja. de combinatie zo ontzettend leuk.